aan me denken. Hoi, lieve mensen. We zijn bij elkaar in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen, zeggen jullie dan. Het is vandaag de laatste dag, niet van het kerkelijk jaar, maar van het jaar. Oud en nieuw. En het is een zondag, dus we hebben een digiviering speciaal voor jullie. Het is geen kerkelijk feest, oudjaar. Sommige mensen vieren ook geen kerst, maar oud en nieuw. Wat kunnen we ervan maken? Wat kunnen we ervoor bakken? Ik heb mijn eigen inspiratiebronnen. Wat zijn die van jullie? Laten we er samen naar kijken. Maar even stil worden. En bidden. Wees hier aanwezig, God. Bij alle mensen die nu kijken naar deze digiviering. Die op inspiratie hopen of misschien alleen maar afleiding. Mensen die het goede willen en wat soms helemaal niet lukt. Mensen die van betekenis willen zijn en zich soms zo onwaardig voelen. Wees bij ons allemaal. Maak ons open voor jouw licht, voor jouw kracht en energie. Zie ons in de ogen. Laat ons horen. Jij hoort erbij. Kom. Wees hier aanwezig. Nou, zoals ik al zei, oud en nieuw. Daar heb je geen speciale lezingen voor, geloof ik. Misschien ook wel. Ik heb ze niet bij de hand. Ik ben mijn inspiratiebronnen aan het zoeken geweest. Maar ik begin met licht. Steek een kaars aan. En het is afgrijzelijk donker geweest de afgelopen tijd. Nattigheid, grijzigheid. En juist nu piept er wat zon naar binnen. Ja, voor mij heel prettig. Voor de kaars wat minder nuttig. En dit is een hele gevaarlijke, want tot 2 maal toe springt er een vonk vanaf. Zekerheidslucifer staat er, maar wat is zekerheid in deze tijd? Nou, vroeger ook al niet. Illusie. Er is maar 1 zekerheid waar ik naar zoek. En dat is het licht. Gods licht dat brandt. En dat mij door donkere tijden heen leidt. En waar ik hoop ooit deel van uit te mogen maken. Houd licht warm. Ik zet hem hierboven, dan gebeurt er niks. Maar je ziet het wel. Wat ik zei, oud en nieuw. Ik ging naar een van mijn inspiratiebronnen en dat is mijn moeder. Die is gevallen net vlak voor kerst. En kan niet meer goed lopen, of eigenlijk nauwelijks meer. En dat is best een klap als je oud bent en nog thuis woont. En ik dacht, oeps, wordt het nog wel wat? Maar optimistisch als ze is. Ik was er vandaag en ze keek weer fris uit de ogen. Liep nog niet veel, maar ze zei, dit wordt een lange weg. Maar ik red het wel. En ik vroeg haar, oud en nieuw, mam. Zei ze, heb ik niet zoveel mee. En toen zei ze, ja, ik gebruik het wel altijd om even terug te kijken naar het afgelopen jaar. En ze zei, en vooruit te kijken, maar ja, als je 94 bent, wordt dat vooruitkijken een stuk ingewikkelder. Maar in ieder geval zei ze, terugkijken en kijken wat is er goed gegaan en wat is er niet goed gegaan. Nou, dat vond ik wel iets moois. En zo wil ik met jullie ook een beetje dit dikke kwartier doorbrengen. Met een beetje vooral achteruit kijken en de balans opmaken. Ik dacht, ik doe 2 dingen die ik echt heel moeilijk heb gevonden afgelopen jaar. En 2 dingen waar ik me over verheugd heb, wat ik mooi vond. En nou, misschien kunnen jullie dat zelf ook doen. Maar laten we eerst maar even nog wat muziek luisteren. Want dan kom ik meteen bij mijn eerste punt van terugkijken. Ik ben echt veel meer muziek gaan maken het afgelopen jaar. Koor waarin ik zing, lekker accordeon met joken. Hier en daar nog eens wat meer oefenen, wat ik moeilijk vind. Dus weer eens naar een voorstelling, naar muziekuitvoering geweest. Muziek is voor mij zalf voor de ziel. Het helpt me te troosten, het helpt me te
energie te vergaren. Dus ik denk, bless the Lord, my soul. Laat mijn ziel maar God prijzen. En zijn naam recht overeind houden. Want als je iemand prijst, als je iemand complimenten geeft, als je iemand om zegen vraagt, vermenigvuldigen we het goede. En ik denk, dat hebben we nodig in deze tijd. Dat hebben we ook in de afgelopen tijd nodig gehad. Als het niet lukte, als er weer iemand doodging, als er weer iemand niet meer wist hoe te leven, dat we het goede mogen blijven zoeken en verspreiden. Met kleine complimenten, met kleine zaken. Bless the Lord my soul. En nu heb ik natuurlijk ook twee lezingen uitgezocht, die moet ik even zoeken. Uit het boek Was ik een schaap, dan wist ik het wel, van Eijkman. Het eerste stuk uit Ballingschap. Het is uit het boek Esther en daar heeft hij een gedicht op gemaakt. In Ballingschap. Ik heb veel mensen gesproken die dit herkennen. Heb je dat nooit in een groep of op een plek? Dat gevoel... Wat doe ik hier? Zijn zij of ben ik nou gek? Heb je dat nooit? Heb je dat nooit? Dat je niet meer vertrouwt, dat je het anders bekijkt en je denkt, zit ik hier fout? Heb je dat nooit? Heb je dat nooit dat je je verbannen voelt? Dat je hier niet wil wonen en niemand snapt wat je bedoelt? Heb je dat nooit? En dan denk ik niet alleen aan vluchtelingen en migranten die misschien de laatste tijd denken, hoor ik hier wel? Maar ik denk ook aan mensen die al 100 jaar wonen en die het niet lukt, of langer, die het niet lukt in een groep, in een klas. Kinderen die zich niet aansluiting vinden of mensen op een verjaardag die zich dood ellendig voelen omdat ze denken, hoor ik hier nou wel? Ik ben wel als gek gediagnosticeerd, maar zijn het niet die anderen eigenlijk? En ik denk, en gek bestaat eigenlijk niet, toch? Terugkijkend, een negatief punt moet ik zeggen, ja, dat wat mij het meest trof is toch de oorlog in Israël-Gaza. Die verschrikkelijke aanslag, die verschrikkelijke vredeaanslag. De angst, oh wat gaat er nu gebeuren. En de verschrikkelijkheid van zoveel Palestijnen die klem zitten tussen Israël aan de ene kant en Arabische landen aan de andere kant. Die opgeofferd worden voor vrede. Vrijheid opgeofferd worden. Ik vind het vreselijk. En wij hier in Nederland met een warm bed en een dak boven ons hoofd, maar meningen en standpunten verkondigen. Ik vind dat een groot dieptepunt van het afgelopen jaar. Kijk ik weer naar een leuk punt, dat is dat toch misschien meer in de persoonlijke sfeer steeds. Dat zeg ik ook, mijn leven is erg goed terwijl de wereld erg ellendig is. Vind ik toch ook een positief punt dat Roos een baby heeft gekregen. De kleine Jesaja. Roos gaat vanaf september weer werken. En Gijs, dat vond ik trouwens ook een positief punt. Hoe Gijs gewerkt heeft als vervanger van Roos voor een korte tijd. We zitten nog steeds in de nadagen van Kerstmis. De stal staat nog. Het is nog geen Drie Koningen geweest. Wat bij heel veel mensen het alweer af is gelopen, heb ik hier een stukje uit hetzelfde boek. Jozef en de Kerstman. Ja, hallo zeg, mag ik misschien even vragen wat je kon doen in dat malle pak om je dikke kont? En waarom je dat maffe mutsje moet dragen met dat rare randje van Neppersbond? Mijn vrouw Maria is juist van een zoon bevallen. Die moet geen kransjes, maar mirre, wierook en goud. Jouw candlelight en namaak zilveren ballen is niet iets waar ze echt van houdt. Wat zei je? Klaus? Santa? Is de naam aangenaam. Ik geloof het verder wel. Zooi op met je hele Santa-kraam en snel. Met je gejengelbel en jingelbel en reddelbel. Hey, hallo zeg. We kunnen het best waarderen als je aankomt met een bloemetje of zo. Maar jij zet hele dennenbomen rijen coniferen naast onze brandgevaarlijk voederbak vol stro.
Met onze zoon zijn nieuwe tijd geboren. Met onze zoon zijn nieuwe tijden geboren. Zo een als hij is er nog nooit geweest. De hele mensheid zal nog van hem horen. En jij? Je bent hier op het verkeerde feest. Wat zei je? Klaus? Santa is de naam? Aangenaam, ik geloof het verder wel. Zo je op met je hele Santa-kraan en snel. Zo je op met je gejengelbel van Jinglebel en Reddeldel. Beetje onvriendelijk misschien, maar ik heb het ook wel eens. Dat ik denk, laten we nou Kerstmis natuurlijk, lichtjes natuurlijk, vrolijkheid. Maar laten we niet vergeten waar het om gaat. Het begin van een nieuwe mogelijkheid, een nieuwe kans voor iedereen. Om weer te zoeken naar het goede en ons te verheugen over de kleine dingen. Ik laat jullie nog wat horen in Bless the Lord. Want ik kan ook wel chagrijnen hoor. En ergens iets van vinden. En dat bouwt niet alles op. Er was net een onderzoek, hoorde ik op de radio, hoe de Nederlanders de overheid beleven. Nou, er was erg veel ontevredenheid. Veel kritiek. Nog nooit zo negatief. En dat soort nieuws wordt weer verspreid. Het moet omgegooid worden. De hele rattenplan weg met die overheid. Zegt een kleine minderheid trouwens hoor. Maar dat komt dan groot in de krant. De ontevredenheid wordt gecultiveerd. En dat is wat mijn moeder zei. Ik bedoel, met er niet kunnen lopen. En zo zei ze, we hebben het toch heel goed hier eigenlijk. Er is zoveel goed. Ik word nu verzorgd. Het is anders dan thuis. Ja, het komt best beter. En leuk ziet het er ook niet uit. Maar de ontevredenheid wordt gevoed. Terwijl er zoveel goed is. We hebben te eten. Ja. We hebben te drinken. Er is woningnood, maar zoveel mensen slapen er niet op straat. Je hebt dokters. Je hebt vaak mensen om je heen. En soms zijn dat wel vrouwenhulpverleners. Het cultiveren van ontevredenheid maakt een slecht jaar en in de toekomst zal het niet veel beter worden. Mijn voorstel is, laten we tevredenheid cultiveren. Laten we zoeken naar wat goed is en laten we daarvan delen. Net zoals rond die kerststal, waar iets goeds komt, herders komen, wijzen komen. En die nemen iets mee van dat licht. En verspreiden het weer, verkondigen het weer. Laten wij, jij en ik, in het komende jaar verkondigers worden van het goede. En niet doen met het zeuren mee. Niet al het negatieve wat zo lekker verbindt in je eigen groepje. Laten wij, jij en ik, verkondigers worden van het goede nieuws. In deze wereld vol duisternis en ellende zijn er lichtjes. En misschien wil jij dat wel zijn. Laten we bidden. Voor al die mensen die durven te getuigen. Niet evangeliseren, niet schreeuwen, maar die durven te getuigen. Van de liefde van God. Die liefde ook uitdragen. Zonder te oordelen. Voor al die sjouwers in het veld. De mensen die soep scheppen. De mensen die maaltijden koken. In de voedselbank werken. En de mensen die dankbaar zijn voor wat ze krijgen. De mensen die groeten op straat. De mensen die even een rotzooitje opruimen zonder te zeiken. De mensen die geld doneren aan goede doelen. De mensen die een familieruzie proberen te begrijpen. Die een stapje terug doen om de ander te laten groeien. De mensen die het uithouden met hun ziekte zonder alleen maar te klagen. De mensen met lef om te zingen. De mensen die een kaartje sturen. Laten we zoeken naar het goede. In het afgelopen jaar en in het komende jaar. Dat was geen gebed, maar dat was een oproep. Lieve God. Wees bij ons
als we het goede doen. Als we kleine stapjes zetten op de weg van de vrede. Laat ons niet barsten. Maak er iets van met ons. Amen. Nog een vrolijk deuntje. Oudjaar is voor mij ook altijd vaak een traditie om met vrienden te vieren. En er is een soort gewoonte om dan een lied te zingen. Ga ik jullie niet mee lastigvallen, met het zingen althans. Het heet Uren, Dagen, Maanden, Jaren. En het is getuigd van een zekere oudbolligheid, maar het raakt me ook altijd weer zeer. Dus terugkijkend in het afgelopen jaar, nu bedenk ik me dat ik alleen maar één negatief ding heb genoemd, maar een ander negatief ding van het afgelopen jaar vind ik ook, en dat kwam in het onderwerp van tevredenheid naar voren rond de verkiezingen. Ik zeg niet dat de uitslag alleen maar bedroevend is, want ik ga hier geen politiek bedrijven. Maar wat me bijzonder verontrust is dat mensen elkaar niet zoeken, maar meningen tetteren. Meer en meer meningen tetteren. Dus dat was mijn andere negatieve punt. Maar dan heb ik al gezegd, ik ga oefenen in vriendelijkheid, tevredenheid, uitstralen zonder te sussen, etc. Ik ga voor jullie laten horen, uren, dagen, maanden, jaren. En ik hoop dat jullie een goede jaarwisseling hebben. En als je er niet van houdt, dat je gewoon lekker slaapt en morgen weer opnieuw opstaat en denkt, een nieuwe dag, een nieuwe kans. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Ach, wij vinden waar we staren niets bestendigs hier beneden. Op de weg die wij betreden staat geen voetstaf die beklijft. Al het heden wordt verleden, schoont ons toe, berekend blijft. Dat de tijd hier het al voorover, aan geen tijdperk hangt mijn lot. Gij blijft mij altijd over. Gij blijft eeuwig mijn God. Welke ramp mij hier ook nader, in u vind ik mijn rustplaats weer. Blijf steeds mijn goede vader. Wat verander, wat verkeer. Nou, met deze oude woorden, die voor sommige versleten klinken en andere juist raken, neem ik afscheid. Wens ik jullie het goede toe. Veel zegen over het nieuwe jaar. Dat je het goede ziet, dat je het goede benoemt en dat je het goede ervaart. En af en toe een duwtje geeft in de goede richting. Een goed nieuwjaar voor jullie. Ga dan in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Tot de volgende keer.